om het vandaag een klein beetje vooruit te laten gaan, want zoals Steven al zei, er staat heel veel op het programma. We gaan even loskomen. We gaan even losschudden. Straks gaan we die polsen nodig hebben om te kunnen klappen. Dus allemaal maar mee, zeker daar van achter doen mee, want dat hebben we gezien. Arme kruis, heel hard knijpen in de vingers. De linker aan het boven recht. Heel hard knijpen, heel hard knijpen, heel hard knijpen. 1, 2, 3 en huppakee en voilà. Het is mijn taak nu om ervoor te zorgen dat de hele zaal je een klein beetje beter leert kennen. Doe geen pijn, alleen bij jullie misschien een klein beetje. En jullie gaan dadelijk alle drie aan iets persoonlijks denken. Dit is effectief een pincode. Pincode is 2 een soort geheim. Er is ooit op kantoor, ik weet niet of een hitmachine of een perforaat, maar een van die twee dingen is er verdwenen. En die wou dat wel terugbrengen, maar ja, het is nooit teruggeraakt. En dan de derde, dat is een jeugdherinnering. Ik denk dat iemand voor jullie een verstoppertje aan het spelen is. Zoals jullie ook maar ook. Nee, dat is niet moeilijk. Ik ga het allemaal leren. In plaats van dat ik jullie gedachten ga lezen, ga jullie mijn gedachten even proberen te lezen. We gaan wel voelen of niet dat dat heel gemakkelijk is. We hebben allemaal twee figuren in gedachten. Als een van die figuren waar je nu aan denkt een driehoek is, is dat dan niet slecht? Dus heel veel van de mensen hebben mijn gedachten ontvangen. Dames en heren, 90% van jullie is paranormaal, maar gaan zelf gaan wat terugzitten. Super. Fantastisch. Die zeggen van het is, maar je hebt een dier in gedachten. Het is een sluw dier, een slim dier, wat wordt ook heel vaak overreden. Dus zo slim is het dan ook niet. Dus de wolf bij Rick. De wolf bij Peter. Hoort de wolf bij Dirk. Ik ben Leo trouwens, hè? Dat is iemand die heel goed privé en werk kan combineren. Is het van aan ik? Oké, wacht. 35 jaar per bedrijf. Een hond, dames en heren, een hond. Dames en heren, het is nu tijd om geld weg te geven. De derde die erop vangt, die maakt kans op een hele mooie prijs. Maar de foute envelopakai is ook de enige envelop die altijd juist is. Het is eigenlijk simpel hoor. Als er 5 euro daarin zit, dan is de foute envelop de enige juiste envelop. Duidelijk hè. Als de 5 euro er niet in zit, akai, dan is het juist dat er fout op staat. Dan is het niet de juiste envelop, dus is het fout van het juist. Als hier de 5 euro in zit, dan is zij vanaf nu tot aan het volgende personeelsfeest de grote winnaar. Elke keer als je Akai tegenkomt, maak je een kleine buiging, geeft hem een stevige hand. Je behandelt hem met het respect dat een winnaar verdient. Maar het beste aan twee kanten, Akai. Als er 5 euro in mee zit, dan zeg je vanaf nu tot aan het volgende personeelsevenement de grote loser. Dames en heren! Als je bijvoorbeeld mijn envelop gekozen had, dan had je geen 5 euro gewonnen en had je 10 euro kunnen winnen. En als je dan jouw envelop gekozen zou hebben, dan kan je dan ook geen 5 euro gewonnen. Dan had je ook een visitekaartje en 20 euro gewonnen. Dus dan kan je de winnaar, dames en heren!